What up YouTube, what up? What up YouTube, en welkom bij onze nieuwe podcast, episode nummer 4. Nummer 4 alweer, het gaat alweer snel. Wat zijn we tegengekomen? Zeker, het begint gewoon vast de prik te worden. Ja. Woensdag, 4 uur, iedereen op YouTube, meteen luisteren. Je weet dat te zeggen, als het een maandje lang bezig is, dan blijft het voor altijd. Dat zit er dik in, Ja. En wat het is een van mooi... stijgende lijn, dus en wat gaat een mooie episodejes ook. Nou, dit wordt ook weer eentje hoor. Zo, ik krijg er helemaal warm van. Ik krijg er ook warm van. Ik heb het helemaal warm. Ik sta te koken zelfs. Nou, lekker toch. Ja, en wat een weekend wat ik ook, hebben wij gehad. Zeker. Het was apart. Ik ben er nog steeds een beetje kapot van, moet ik zeggen. Maar ja. Het was wel leuk. Het was wel leuk. Once in a lifetime. Wij zijn namelijk om 3 uur 's nachts even naar de sportschool gegaan. Naar de basic wel te verstaan. Naar de basic fit. Naar de basic. Ja, het was we wel. Dachten dat we alleen zouden zijn. We dachten, maar uiteindelijk waren er toch nog mensen. Om 3 uur 's nachts. Die gaat er nou om 3 uur 's nachts sporten. Ja. Dat is wel veel ook. Hoeveel zagen we er? 3 of zo? Nou ja, we waren daar om 3 uur. En om 3:15 kwam de eerste man al naar binnen geslopen. En volgens mij om... 4 uur kwam de tweede man. Ja, klopt. En iets na 4 nog eentje. En toen kwam er nog eentje, ja. En toen, dan denk je dat je een privé sportschool hebt. En ondertussen zit het gewoon vol met mensen. Dat ja, best wel heftig, hoor. Ik kan het echt niet verwachten, man. Daar hebben we niet voor betaald, natuurlijk. Dat we opeens het nee, zitten. Zeker niet. Nou, ik moet zeggen, het eerste kwartiertje was wel geniet, hoor. Voelde ons net Joe Beukers, hè. Gewoon shirtje uit, eigen box mee, technootje op. Lekker gaan daar voor die spiegel. Ja, het was wel een ervaring. Het was wel een ervaring. Dat was genieten, ja. Die avond daarvoor, ik dacht even vroeg te gaan slapen. 7:30 lag ik al in mijn bed. Maar ja, ik kon echt niet in slaap komen. Nee, dat is ook logisch. Ja, we zaten er een beetje mee. Want als je om 3 uur zeg maar je nest uitgaat, hoe moet je dan je slaapritme daarvoor aanpassen om zeg maar niet helemaal kapot te zijn? Want je kan wel opblijven tot 3 uur, maar jij gaat dan nog maar eens sporten, weet je. Uiteindelijk ben ik iets van 11 uur gaan slapen of zo. Uiteindelijk was nog een andere vriend die dacht dat ik om 12 uur of zo ging sporten. Die heeft me nog 10 keer gebeld. Dus ik ben ook nog altijd wakker geworden. Dus slapen zat er niet echt in. Maar ja, kijk, ik nam gewoon een scoopie. Gewoon een scoopje pre-workout en daarna ging het wel weer. Dus aan de andere kant. Dan vind je de energie ook allemaal een mee. Ja, tuurlijk. Ik viel pas om 12 uur in slaap en toen om... 1 uur of zo werd ik echt 3 keer wakker gebeld. Heb je 4 uur wakker gelegen? Van 8 tot 12? Ja, dat sloeg echt nergens. Jezus. Ja, als je te graag wil slapen, dan komt de slaap echt niet. Vooral omdat je ook altijd gaat denken dat je wakker wordt en zo. Nee, als ik dat dacht in slaap te vallen, dacht ik, yes, ik val eigenlijk in slaap. Maar ja, dan denk je er alweer te veel over na. Ja, dan moet je weer omdraaien, dan is het weer klaar, hoor. Dan ben je een half uur verder. Ja, zo gaat het. Ja, maar ja. Maar, wat vond je ervan uiteindelijk, van het privé sporten voor een tijdje? Nou, veel beter dan verwacht eigenlijk nog. Ik had echt verwacht dat ik... Want ik ben wel eens om wat na 7 gaan sporten. Of 7:30 of zo, weet je wel. En dan... Ik weet niet, dan voel je toch... voelde ik me tenminste niet echt heel fit nog. Dan moet je echt nog opstarten. En dan is je maag nog een beetje zwak. Maar daarentegen nu, om 3 uur 's nachts. Waarschijnlijk ook omdat ik er gewoon veel meer zin in had nog. Ja, ging je toch wel lekker. Gewoon even een PR'tje gezet. Ja, nou ja, ik zat er iets minder lekker in. Ik vond het echt bijzonder dat jij zo actief was, hoor, om 3 uur 's nachts. Ik had zelfs nog pre-workout genomen ook. Nou, ik was er iets minder aan toe, maar... Ja, ik had niet eens een volle scoopie genomen. Het was wel grappig. Ik had niet eens een volle scoopie genomen. Oh, wist je dat je buiten had genomen? Ik dacht dat jij altijd last had ervan. Jawel. Dat je dan niet meer kon slapen. Ik neem wel elke dag, hoor. Oh. Ja, we begonnen om 3 uur of zo en om 5 uur waren we wel een beetje klaar. Ja. Yeah. En toen ben ik tot 7 uur 's ochtends wakker geweest en toen tot 12 uur geslapen. Wow. Ja, ik ook wel zo'n beetje. Ja, dat is nou zo prima toch? Ja, ik was helemaal niet zo heel moe of zo op zondag. Dus... Nou, ik was zondag wel moe hoor. Ja, in de avond moe... ook ouwe. Zo. Net zo moe als dat ik ze zei na een avondje drinken. En dan... Ja, klopt. Maar dan heb je niet gedronken. Maar jij gaat wel om 3 uur je bed uit dus. Aan de andere kant. Het is wel een ervaring. We gingen ook allebei met de auto erheen. Even lekker cruisen. Ja, dat was wel grappig, ja. Allebei achter elkaar aan met de auto. Ja, dat is nog wel lachen. Ja. Ik vond het ook mooi. Er was een... ten eerste, props naar de basic.
Want er is altijd echt gewoon slechte muziek bij de Basic. En ik weet niet of ze het expres hebben gedaan of niet, maar we hadden dus onze eigen box mee. Ze hebben gewoon de muziek van de Basic uitgezet. Ja, En toen wat heel was er bijzonder. ook nog een man. Er was ook nog een man die had een koptelefoon op. En op een gegeven moment, toen wij onze box een tijdje aan hadden, ging je ook gewoon sporten zonder koptelefoon. Nee, ja, dat is toch wel weer grappig, weet je wel. Kunnen ze beter ons gewoon een paar euro's geven om gewoon muziek daar te gaan draaien? Maar ja, dat. Iedereen kon ervan genieten gewoon. Die medewerker die in zijn kantoortje Zeker, zat, die zeker. zette ook gewoon het geluid op 100% en zat lekker mee te jammen. Sowieso. Ik denk dat hij achter die camera gewoon lekker mee zat te doen. Oh Ja. ja. Ja, zelfs die hebben we een leuke avond bezorgd. Dat kan toch niet Nou, beter? dat denk ik ook. Maar ja, het was een chest day. Dus we begonnen gewoon even met bankdrukken. We hebben nog een paar andere borstoefeningen gedaan. Maar ik dacht, ja, als we hier toch zijn, ga ik ook wel even optrekken. Even bicep trainen. Dus dat was ook wel leuk. Ja, dat is wel een apart dagje. Dat is wel een apart dagje. Maar ja, het is toch Maar dit, wel. ik. Het was toch wel gek. Ja? Want zondag had ik toch het gevoel van, nou, eigenlijk moet ik wel gaan sporten. Ik voelde het toch niet echt als een normale sportdag, weet je wel. Nou, ik moet zeggen, mijn hele ritme was helemaal weg. Gewoon. Ik snap er niet zoveel meer van. Gewoon hoe laat het was en zo, dat kon ik allemaal niet zo goed meer beseffen. Ja, het is toch Ik gek dacht nog, ja, als ik terug. als je 2 keer op een dag wakker wordt in principe. Want eerst word je om 2:30 wakker en vervolgens word je weer om 12:00 wakker. Best wel gek. Ja, klopt. Dan ben je helemaal een beetje verward of zo. Ja, het was gewoon vaag in ieder geval. Maar wat ons omhoog heeft gehouden tijdens het weekend was pre-workout. Daar komt hij. Pre-workout. En daar gaan we het vandaag over Ja, ja, hebben. ja, ja. Niet Daar over gaan we het vandaag over hebben. pre-workout. Niet alleen over pre, niet alleen over pre, over supplementen. Supplementen. De Nou moet legale ik zeggen, soort. het enigste, precies, dat wou ik net zeggen, het enigste wat we niet over gaan hebben is, nou noem je het ook weer, oliën en, ik kom er Steroïden. niet op joh, steroïden, dat is toch allemaal, Daar daar spuug moet ik je van op. ons niet bij komen. Ja, precies, Gatver. dat, nee. Daar Daarvoor verlies je moet je echt. niet zijn, wij Nee. gaan alleen voor de echte mannen, de mannen supplementen, waar je een podcast van wordt en niet een pot Ja. pussy. Ja, ik weet niet hoe je het anders zegt. Je verliest al het respect als je proteïnekast wordt. Ik bedoel proteïne, ik bedoel steroïdekast. Oh. Ik wou al zeggen, ja. Nee, steroïdekast, olie, weet ik veel, wat je allemaal in je spieren spuit, dat moet je allemaal echt niet willen. Het heeft meer bijwerkingen dat het goed doet. Je doet het een maandje, ben je van die troep af en je bent weer een of andere blubberpudding met al je losse vel. Moet je gewoon niet willen, moet je gewoon En niet willen. iedereen heeft het door die je kent als je opeens gaat zitten spuiten. Dat Ook omdat je in 3 weken in één keer van podcast naar podcast gaat, dat kan nou, natuurlijk ook niet, zo hè? Je werkt moet het ook een niet, beetje hè? Het geleidelijk, is een proces. precies. Het is een proces. Je moet het niet haasten. Je moet het niet haasten, dan verpest je het. Je moet ook genieten van het proces. Niet alleen van het doel, maar ook van het proces. Anders ga je het niet volhouden. Maar, dus, pre-workout. Wat is dat? Pre-workout. Wat Dat is doet het? Wat doet het? een heerlijk poedertje. Over het algemeen is de poedervorm dat je ik veel Moet je energie het geeft. snuiven? Nee. Oh, oké. In een scoopie. Gaat het mondje in. Krijg je lekker veel energie. Worden je spieren wat actiever of zo. Het heeft allemaal stofjes erin. Maar wat je het meeste voelt is de cafeïne volgens mij. Dat is het belangrijkste, cafeïne. En we zaten ook cafeïnevrije pre-workout. Maar daar hebben wij nog nooit. Daar zijn we nog nooit aan begonnen. Nou, ik moet zeggen, het enigste wat ik weet wat echt werking heeft in pre-workout is cafeïne. Dus ik zou niet weten wat je hebt aan pre-workout zonder het hoofdbestanddeel, namelijk cafeïne. Cafeïne, Dus ja. Al dat ik weet niet echt andere, wat ja. het. Het lijkt wel alsof het gewoon een beetje allemaal verzonnen shit is. Het is ook allemaal L-cibutane en weet ik het allemaal, Ja, wat vak ze er waarschijnlijk is allemaal dat in stoppen, joh. allemaal wat minder bewezen, maar dan zeg maar, er is een Ja, onderzoek die erop precies. Gewoon lijkt van die voedingsstoffen en zo. dat het je spieren meer voeding geeft of zo, maar dat is dan weer niet volledig bewezen. Ja, het gaat gewoon om de cafeïne Als eigenlijk. je dat wil weten, dan moet je echt wetenschappelijke artikelen in gaan duiken. En daar hebben wij natuurlijk echt geen zin in. Dus als je dat wil doen, dan mag je dat zelf doen, maar lekker in je eigen tijd. Dat is ook Ja. allemaal niet zo belangrijk, want dat ga je toch niet voelen. Ja, pre-workout, daar hebben we wel veel ervaring mee. Eigenlijk, de eerste keer dat ik ooit ging sporten in de Basic, had ik al eens een scoopie gekregen van een vriend van me.
Dus vanaf het begin zitten we er eigenlijk al een beetje mee. Ja, op zich ook niet zo erg hoor, ik bedoel. Ja, vooral als je niet sport, is het natuurlijk wel een beetje... Dan denk je van, oh, cafeïne en pre-workout en dat ga ik allemaal niet doen. En net als creatine en weet ik, dat mag ik allemaal niet doen. En dat is slecht voor je, blablabla. Ik kan ook breed worden zonder. Tuurlijk kan dat. Maar het is gewoon lekker om het erbij te hebben. Het is ook, als je het een tijdje doet, dan is het ook wel lastig om het zeg maar niet meer te gebruiken. Ik zeg niet dat het verslavend is, dat totaal niet. Maar je sport toch minder lekker eigenlijk, zonder. Je raakt toch verslaafd aan het lekker sporten, dat is het meer. Eigenlijk wel. Kijk, het is niet zo dat als je een dag niet sport, dat je dan alsnog je pre-workout opneemt, anders word je gek of zo. Nee, het is wel gewoon, als je dan gaat sporten, dan wil je wel gewoon maximaal sporten. Denk niet eens lekker, maar gewoon maximaal wil je sporten. Ja. Ja, gewoon zo efficiënt mogelijk. Met pre-workout heb ik echt alles een beetje uitgeprobeerd. Want in het begin gingen we toch een beetje over de top. Gewoon dubbele scoopjes om echt overboven ja, veel. Ja, ja, ja. En dan dat wekenlang elke dag. En ik heb er geen negatieve ervaringen mee opgedaan. Maar ja, ik dacht, ik hoef het niet zoveel. Dus inmiddels ben ik ook gewoon, ik neem nu gewoon halve scoopies. Dat ik ook gewoon lekker kan slapen. Ligt er ook een beetje aan, ligt er ook een beetje aan welke pre-workout je hebt natuurlijk. We hebben nu hele sterke. Jij hebt toch ook die AK pre-workout? AK-47. Nou, dat is echt serieus. Als je die een keer haalt, het is een hele kleurrijke verpakking. Je herkent het meteen als je het ziet op internet. Sterk! Sterk! De eerste keer dat wij dat namen, Bas was al een keer geweest met iemand anders, die had het allebei al een keer genomen. Die zei, je hebt niet zoveel dit en dat. Ik denk, nou, fuck, ik doe gewoon 2 dikke, volle scoops. Pijn in mijn buik! Last, gewoon echt, ik kon niet meer lekker trainen, mijn spieren waren alleen maar aan het trillen. Maar ja, hoe vaak neem je nou ook een 3-dubbele dosis, weet je wel, dat doe ik maar 1 keer. Dat heb je ervan geleerd. Je was ook volledig gewaarschuwd, want ja, ik had dat, we zaten al een tijdje uit te kijken naar deze pre. Dus ik dacht, we beginnen even met een hele lekkere. En dan gooien we gewoon het dubbele erin of zo. Maar ja, dat was gewoon te veel. Dat moet je echt we doen. Zijn niet zulke sterke gewend. Dat is het ook wel, denk ik. Ja, deze was de echt heftig. Doet het hem echt. Ja. Ja, Joris moest het toch even meemaken natuurlijk. Ja, ik kan natuurlijk niet achterblijven. Ik bedoel, als je zeggen van, ja, moet je niet doen. Ja, kan je dat wel zeggen, maar ik wil het ook wel meemaken, weet je wel. Ja, dat heb ik meegemaakt. Ja. Nou ja, waar ik naar zoek bij het kopen van pre-workout is gewoon een hoge cafeïne percentage in principe. Eigenlijk is dat het. Ja. Zo ongeveer. En de goedkoopste prijs natuurlijk per scoop. Dat is uiteindelijk nog belangrijker misschien. Ja. Ja, je kan wel heel veel cafeïne erin hebben zitten. Maar als je dan ziek grote scoops moet nemen, heb je er nog niks aan. Want hoe neem jij de pre? Hoe neem ik de pre? Dat is ook nog wel een leuke, ja. Ja. Iedereen doet het weer anders. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Joe Beukers, die doet zijn giecheltje open, die gooit er een scoop in, die doet er een slokje water bij en dan mengt hij het in zijn mond en dan stuk je door. Dat deed ik eerst ook. Maar hoe ik het nu doe, aangezien ik dat echt heel slecht trek, aangezien de pre me steeds minder is gaan smaken, jongens, pre is smerig. Het is of heel zuur of heel zoet, het is altijd vies. Maar hoe ik het nu neem, ik doe gewoon een bekertje, doe ik een scoop erin. Dan met een heel klein beetje water, dan meng ik het in het bekertje en dan giet ik het in één keer achterover. Ik kan ook geen, met drank kan ik ook geen shotjes nemen en zo. Ik trek het allemaal heel slecht, dus op die manier is het nog het beste voor me te doen, zeg maar. Maar hoe doe jij het eigenlijk? Ja, ik moet ook zeggen, pre-workout is nooit een delicatesse. Het is niet dat je het voor je lol drinkt of zo. Dus daarom, nee, dat zeker niet. Nou, ik pak gewoon lekker een scoopie en dan doe ik mijn mond open en dan giet ik het erin, neem ik een slokje water en is het weg. Eigenlijk op de orgy, Joel Beukers manier, ja. Gewoon giecheltje open. En als er geen water tot mijn beschikking is, dan doe ik het gewoon lekker droog hoor. Ja, maar jij kan toch ook gewoon pillen en zo? Bedoel ik geen drugs hè, rustig. Jij kan toch ook gewoon pillen en zo? Aspirintje en zo kan je toch ook gewoon zo eten? Ja, die eten? Kan ik gewoon hatsee mijn keeltje in. Ja. Waarschijnlijk ben jij dus een van die 0,01% van de wereld die helemaal lijp in zijn hoofd is die dat kan. En ik hoor bij de andere 0,01% die het tegenovergesteld is. Bij de zwakkelingen. Nou, dan weet je dat ook weer. Bij de zwakke honden. Nou, zwakkelingen. Ik heb gewoon zo'n zieke gag reflex. Als er iets met fucking piegeltje raakt, dan... Ja. Nee, gaat het niet worden. Als we in de jungle zouden wonen, veel, was ik de leeuw en was jij gewoon... De weet ik veel, de hond of zo. Ja,
Ja, nee, dat denk ik ook. Ik was gewoon de giraf en ik had je gewoon met één stoot zo weggetrapt, jongen. Ja, lelijk ben je wel, ja. Maar goed. En langer. Maar ja, oké, wat... Ja, dat is wel... Ja, dat was onze pre-verhaal eigenlijk wel een beetje. Ja, we komen nu op nare, nare verhalen komen nu naar boven. Dus moeten we maar naar het volgende onderwerp gaan. Voordat het misgaat. Voordat het misgaat. Ja, want het volgende onderwerpje, creatine. Zo, nou, dat is ook lekker hoor. Dat is voor jou een kort verhaal, denk ik. Dat is mijn kort verhaal. Nou, ik heb nog wel een leuk verhaaltje, maar ik heb het inderdaad niet lang gebruikt. Nee, dus waar, gebruik jij het dan nog? Op het moment? Nee, echt een week nu al niet meer. Oh. Ja, ik weet niet. Ik had toch het gevoel dat het niet zo heel goed voor mijn lichaam was of zo. Dus ik ben maar voor de zekerheid. Ja, maar wat doet het eigenlijk? Wat doet het eigenlijk? Ja, het is. Dus ik heb niet heel veel onderzoek gedaan. Ik dacht, het klinkt toch goed, dus ik neem het gewoon. Maar het zou. Het is een stofje die je lichaam eigenlijk zelf maakt. Maar door het nog iets extra met vocht vasthouden of zo, toch? Ja, creatine, dat gaat dus in je spieren zitten, waar het vocht vasthoudt. Ja. Waardoor je spieren in eerste instantie al wat groter lijken, wat meer opgepompt. En ten tweede zou het, als het goed is, de spieropbouw moeten stimuleren een beetje of zo. Dus eigenlijk moet je dat gewoon voor de zomer gewoon even een soort van creatine kuurtje, gewoon even een 2 maandjes, zodat je gewoon goed opgepompt bent voordat je op het strand loopt daar zo. Ja, ik heb echt geen idee of het zo werkt, want ik weet echt niet hoe langer dat je stopt met creatine het weer uit je spieren gaat en zo. Dus... Ja, oké. Ja, nee, dat is waar. Maar ja. Ja, dat zou ik ook niet weten. Ik denk dat het merendeel van mensen het gewoon neemt zonder dat ze het echt weten. Maar ja, het is zo nauw, want je moet eigenlijk veel meer water gaan drinken omdat het zoveel water opneemt. En als je dat dan niet doet, dan kun je hoofdpijn krijgen en zo. Ja, je kan over je nek gaan. Ja, nou, kan je dat? Nou, ik heb nog wel... Ik heb 1 keer wou ik beginnen met creatine nemen. Ik had helemaal een potje gekocht. Ik had daarvoor al een pot gekocht, maar heb ik nooit gebruikt. Heb ik weggeflikkerd, was over de daad. Dan heb ik een nieuw pot gekocht. Dus ik ga het nemen. En de eerste dag ging dus wel goed. En de tweede dag, in de ochtend neem ik mijn creatine. Je moet het zeg maar, het is een soort inwerkperiode. Moet je, dus het was mij 3 keer 3 dagen, is dat op mijn pot. 3 keer, 3 maal daags moet je het nemen. En daarna gewoon 1 keer per dag. Dus ik had het 3 keer genomen op 1 dag. Maar per scoop moet je, per keer dat je het neemt, moet je 0,5 liter extra drinken. Dus ik zou die dag, 1,5 liter extra moeten drinken. Dus bovenop de 2,5 liter, misschien wel 3 sport. Moet ik dus 4,5 liter drinken. Nou, ik denk ook maar de helft had of zo. Dus de volgende dag, ik zit in de bus. Op weg naar school. En ik begin een beetje misselijk te worden. Ik merkte in het begin al keihard gefietst. Ik heb altijd heel veel haast met de bus. Lang verhaal kort. Ik moet altijd heel hard fietsen. Dus ik kom altijd helemaal bezweet, hijgend aan in die bus. En we zijn bijna bij het station. En op een gegeven moment, ik zeg tegen die buschauffeur: hey, vriend, je moet nu stoppen. Hij zegt... Ja, we zijn bijna bij de bus. Ik zeg, je moet nu stoppen, anders ga ik je hele bus onderkotsen. Hij rijdt gewoon door. Ik zeg, vriend, ik maak geen grappen. Je moet echt nu stoppen. Hij stopt, hij doet zijn deur open. Ik sta nog met 1 voet, sta ik nog binnen en het komt er al uit. No, ik heb nog nooit zoveel gekotst. Op een lege maag, in de ochtend, terwijl ik naar school ging. Ik heb de bus naar huis gepakt en ik ben omgedraaid. Ik was er helemaal klaar mee. Dat was het niet waard. Ja. Dat was het zeker niet waard. Dus ik neem ook geen creatine meer. Heb je daarna nooit meer creatine genomen? Nee. Ik denk, zulke dingen, dat kunnen echt je traumatiseren gewoon. En dan daarna ben je toch helemaal klaar. En denk je, het hoeft voor mij ook niet meer, weet je wel. Nee. Ik ben helemaal klaar mee. Ja, snap ik wel. Ja, ik heb wel... ik heb toen de tijd, was ik ook creatine aan het gebruiken. Had ik eventjes gedaan en... Nu dus, de afgelopen maand had ik het weer even gedaan. Maar ik denk niet dat ik het valt nog een keer mee. Want ik heb ook het idee dat het niet heel veel zin bij mij heeft. Want sommige mensen zijn er niet zo gevoelig voor of zo. En daar heeft het dan gewoon geen zin om te gebruiken. Ja, nou ja, voor mij werkt het ook niet echt. Dus wij vinden het niet zo interessant. Maar nee, het zou vast wel kunnen helpen. Sommige mensen stoppen het gewoon standaard in een dieet. Hè. Zover zijn wij gelukkig nog niet gekomen. Maar... Nee. Nou ja, in principe is het niet zoveel moeite om gewoon in je shakey, om daar gewoon even een scoopje creatine natuurlijk in te gooien. Dat is niet zo heel... Ja, creatine is gewoon smaakloos, dus het valt wel mee op zich. Ja,
Nou, het is ook weer niet lekker om zo in je mik te gooien, maar het Ja, is. zo deed ik het wel altijd. Het is niet vies of zo. Het is niet vies. Minder vies dan pre-workout of iets. Ja, nee, onze mening over creatine dus. Ja. Ja. Dat is onze We zijn mening meer een beetje. enthousiast over pre-workout. Dat staat voorop. Ja. Maar je kan Omdat het je wel er ook nemen zeg wat je maar echt wil. wat van voelt op het moment. Weet je wel, dat is het ook een beetje. Ja, je moet ja, met allebei een beetje voorzichtig zijn, want heeft allebei effect op je lichaam. Dus voorzichtig aankijken, goed Ja, denk onderzoek niet. doen. Ik gooi gewoon alles naar binnen en zoveel mogelijk. Dat moet je echt niet doen. Lees gewoon goed Nee. de verpakking, lees goed de site. Het is niet dat je er dood van kan gaan, maar ik denk wel dat als jij een hele pot pre-workout gaat eten, dat je dan best wel hartkloppingen en shit krijgt. Dat Want ja, moet je niet zoveel gewinnen. cafeïne dat. Je kan ook geen 30 kopjes koffie in één keer wegdrinken. Dan krijg je ook Sta hartkloppingen. je wel Dus. te trillen? Sta je wel te trillen, ja. En niet Ja. op de goede manier. Ja, en dan komen wij het supplement waar je iets minder voorzichtig mee hoeft te zijn. Proteïnepoeder. Proteïne! Ja, ja, Protein. ja. Ik Protein. denk dat dit wel, ik denk dat dit wel het meest bekende supplement is. Whey powder. Ik hoor ook heel vaak mensen zeggen van. Ja, ik ben geen bodybuilder, dus ik heb geen proteïne nodig, dit en dat. Nou, moet je eens Ja, raden wat er in vlees zit. zoek het uit, Daar zit joh. ook proteïne in, dat heb je Zoek gewoon het uit. nodig. Je hebt gewoon proteïne nodig om je spieren te laten Iedereen heeft groeien. proteïne nodig. Iedereen heeft proteïne nodig. Maar niet iedereen heeft zoveel nodig. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dat is wel waar, dat is wel waar. Want, Ja, je kan het. ja, proteïnepoeder. Dat is gewoon, zoals ik het. Het is gewoon een supplement. Je moet het niet alleen van de proteïnepoeder hebben. Ja, het is niet iets vervangends. Het is meer, tenminste, als je het gebruikt zoals wij gebruiken, zeg maar om spieropbouw, dat soort dingen. Dan, je moet het niet vervangend gebruiken voor eten, maar meer bij het eten, zeg maar als extra toevoeging. Je hebt ook voor mensen die bijvoorbeeld willen afvallen. Ik ken wel mensen die willen afvallen en die eten in plaats van een ontbijtje, drinken ze dan een proteïneshake en nemen ze een banaantje in plaats van dat ze een zwaar ontbijt of zo nemen. Dan kan het wel. Maar dan moet je ook maar uitkijken dat je jezelf niet te weinig nutrients gaat geven. Want Ja, dat is ook weer niet goed. want in principe is proteïnepoeder best wel eenzijdig, zeg maar. Je hebt, als je bijvoorbeeld Ja, gewoon ja. brood met kip erop eet, dan heb je zoveel meer stoffen, micro's en macro's, die gewoon goed zijn voor je lichaam, die je dan wel binnenkrijgt. Terwijl als je gewoon proteïne neemt, ja, daar zit niet heel veel Je goede kan er binnen. niet op leven. Je kan niet Nee. op leven. Je kan het wel voor een maaltijd vervangen als je bijvoorbeeld iets minder calorieën wil eten dan je normaal eet. Maar je kan het niet gaan eten in plaats van eten, zeg maar. Ja, ik zou het wel echt aanraden voor mensen die willen afvallen. Want als je een shakey proteïnepoeder neemt, heb je daarna geen honger meer, kan ik je zeggen. Ja, dat is wel. Kijk, je doet er gewoon goed veel melk bij. Moet je natuurlijk wel melk. En anders doe je sojamelk als je, weet ik, voor veganist bent of niet Ook tegen melk heerlijk. kan. Ja, dat is misschien een beetje meer voor hippies. Maar dat vind Bas niet leuk als ik dat zeg. Maar ja, ik ben er helemaal uit. Je gaat toch geen sojamelk. Ja, sojamelk is gewoon lekker nemen. Sorry, Ja. melk is gewoon voor de hippies. En hele oerwoud. Nou, oké. We gaan weer van dat onderwerp af. Oké. Ja, ik neem niet heel vaak soja hoor, dat moet je ook weer niet denken. Ja, kijk, ik heb weer iets om weer in te dekken, maar jullie weten het al lang, hè? Ja, Bas is nummer 1 oerwoudverwoester, dus dat jullie het alvast weten. Als de Pardon. wereld vergaat, allemaal naar Bas Ik zit dus kijken. niet uit de Met je uiertjes van sojamelk. koeien te drinken hoor, dus. Nou, ik ook niet dat het een machine is, dus. Oh, nou, lekker. Maar ja, de reden dat ik ook niet veel honger heb, nou ja, proteïne is ook gewoon. Ik kan er een beetje misselijk van worden, dus dan ga je niet zo snel meer eten. Is toch iets geks met die poedertjes, maar ja, je moet er iets voor over hebben. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Het is ook een beetje, als je sport een beetje ziet als hobby, zijn het gewoon een beetje bijkomende dingen die je uiteindelijk ook gaat interesseren, weet je wel. Kijk, als jij timmerman bent en je denkt, doe het met de spullen die ik in huis heb. Op een gegeven moment ga je toch ook gereedschappen kopen en dat soort dingen. Nou, zo moet je het ook een beetje zien, denk ik. Het is gewoon een beetje toevoeging aan je hobby wat je erbij wil. Ja, de reden waarom ik nam het een tijdje en toen ben ik er heel lang mee gestopt. Toen ben ik echt een jaar mee gestopt. Want ik ging echt scheten laten van die proteïne, jongen. Ik denk gewoon van die melk en zo. Het is natuurlijk ook gewoon melkpoeder. De lactose. Scheten laten en zo. Lactose, jongen. Oh, fucking irritant. Maar heb ik nu niet meer, dus. Nou, het zou wel heel goed zijn, denk ik. Ja. Ja,
ik heb het eigenlijk niet heel erg nodig, denk ik, de poeder. Want in mijn dieet, ik ben nu aan het bulken, dus ik eet al heel veel. Dus in principe eet ik al zonder de extra supplement al genoeg eiwit. Maar ja, ik doe liever iets te veel eiwit dan iets te weinig. Dus ik neem alsnog gewoon elke dag wat proteïne. Ja, het is gewoon een goede toevoeging op zich. Kan niet zoveel kwaad. Want hoe het met eiwit zit is, als je spier wil, als je echt spieropbouw doet, zeg maar, bodybuilding, dan moet je ergens tussen 1,5 en 2 keer je lichaamsgewicht in gram moet je aan proteïne eten, zoiets. Dan is 2 wel heel veel eigenlijk, maar als je daar gewoon een beetje naar streeft, naar 1,7 of zo, dan zit je vaak wel goed. En proteïne is eiwit, voor de duidelijkheid. Eiwit, proteïne is hetzelfde. Proteïne-shakies, eiwit-shakies, is allebei hetzelfde. Ja, en veel mensen maken denk ik de fout door te denken dat een spier alleen groeit van proteïne, maar je hebt eigenlijk wel alles nodig. Ja, ook de koolhydraten. Ja. Je kan niet op proteïne leven en dan verwachten dat het gaat groeien. Je hebt gewoon alles nodig. Je hebt je vetten nodig, je gezonde vetten, je hebt je koolhydraten nodig, je hebt gewoon alles nodig. Ja. Ja, en zolang je het gewoon als supplement, dus niet als vervanging, maar gewoon als extraatje gebruikt, zal het nooit kwaad doen om lekker proteïnescoopjes te nemen. Misschien dat je af en toe een scheetje extra laat hier en daar, maar ach. Hè? Ik raad het je niet aan om proteïne, zoals pre-workout, te scoopen, gewoon recht je mondje in. Daar is het veel te veel voor. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Ik denk ook niet dat het dan lekker opneemt als jij het in één keer zo op in één keer. Nee, ik heb dat ook nog nooit iemand horen of zien doen, hoor. Proteïne scoopie. Het zou pas wel gedaan zijn, maar... Dat zijn flinke scoopjes ook, hè. Dat, in vergelijking, zeg maar, een pre-workout scoopje. Ik denk dat het echt wel 6-7 keer zo groot is, proteïne dingen. Dan zit je hele mond vol poeder. Ik denk dat ik het wel weg zou kunnen krijgen, maar ik zou niet zo leuk ervaren. Ja, ik denk dat jij en 0,001% van de wereld zou het wegkrijgen. En de rest van de normale mensen niet. Dus gewoon maar niet proberen. Het is ook helemaal niet lekker op die manier. Ja. Ja, dat was proteïnepoeder. Een van de meest bekende supplementen. En van deze... Ja, en dan gaan we naar een iets minder bekend supplement. Ja. Kan ik zeggen dat dit een aminozuur is? Of is het geen aminozuur? Ik heb geen idee. Oké. Nou, dat weet ik dus ook niet precies. Het is... BCAA. Ja. Dus weer een andere tak van sport. Daar hebben we ook een klein beetje ervaring mee. Ook een klein beetje ervaring. Volgens mij, maar ik moet me niet de vinger op leggen, wat het spreekwoord ook is. Volgens mij is het, het helpt. Als jij bijvoorbeeld aan het kutten bent, hè, wat we vorige week hadden uitgelegd. Als je dat nog niet weet, even gauw overschakelen naar vorige week. Als je bijvoorbeeld gaat kutten, dus je gaat minder calorieën eten dan je eigenlijk zou moeten eten. En dan ga je dus ook automatisch minder eiwitten eten, hè, want je eet minder. En door die BCAA wordt het dan beter opgenomen of iets in die richting. Of het wordt efficiënter gebruikt, zodat je zeg maar minder hoeft te eten om hetzelfde aantal eiwit op te nemen. Dus als je al genoeg proteïne neemt of genoeg eiwit, hoef je eigenlijk al geen BCAA te nemen, want het helpt alleen maar om... Als je een tekort hebt om het, zeg maar... Ja, het zal net een beetje... Beter op te nemen. Een paar gram schelen waarschijnlijk of zo. Die je dan extra niet zoveel zou filteren. Dat komt er nu gewoon bij. Ja, precies. Ja. Maar ja, de grootste reden dat ik ooit aan de BCAA was begonnen... was gewoon omdat het lekker goedkoop is. Het was in de aanbieding en ik had meteen 2 potjes gekocht. Ja. Nou, ik heb mijn eerste pot nog steeds niet op... en het was al 2 jaar geleden, denk ik. Nee, precies. Dus dan zie je een beetje hoe het... Ja, het is in pilvorm, neem je dat. Ja, een soort capsules. Met de poeder erin, zeg maar. Gewoon ja. Lekker droog het keeltje. Ook flinke capsules trouwens. Flinke dingen, jongen. Krijgt ook niet lekker weg. Maar Bas gaat er eigenlijk gewoon op zitten kouwen, dus... dat is weer de andere kant. Dat gaat weer heel ver, hoor. Dat zou ik echt niet aankunnen. Je gaat er zo sabbelen als een zuigtabletje. Dat denk ik. Heerlijk. Je neemt het als snoepies. Oh, shit. Oh, ik moet er echt geen 10 nemen. Maar oh, die 11e gaat er ook in. Oh, maar lekker. Nam. Dat denk ik. Ik denk als je daar te veel van neemt, dat het ook niet heel lekker is voor je lichaam. Ik denk het ook niet. Ik heb geen idee wat de factor erin zit of wat het doet. Eigenlijk hebben we dat gewoon een beetje genomen omdat het goedkoop is. En, ja. Maar ja, nu staat er net het op mijn kamer. Uiteindelijk was ik gewoon weer gestopt. En ja, had iets zo. Je wilt ook niet weggooien, weet je wel. Je hebt je eigen geld aan uitgegeven. Je wilt ook niet weggooien, weet je wel. Ja, maar het is zo lastig. Want je hebt nooit echt door wanneer een supplement echt werkt.
Het is altijd een beetje gokken. Waar, want als je breder wordt, ja, je bent ook gewoon aan het sporten. Dus... Ja, maar dat is het met pre. Pre voel je. Pre-workout, dat voel je. Bij creatine bijvoorbeeld voel je niet. En BCA voel je niet. Proteïne voel je niet. Dat is wel lastig. Dus het is altijd lastig om echt in te schatten wat nou wel of niet werkt. Ja. Yeah. Maar ja, daar zijn wij lekker voor geweest om het even voor jullie uit te testen. En, zeker, zeker. Dit scheelt weer hartstikke veel tijd, geld. Ja, we hebben zoveel geld verspeeld wij, jongen. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Maar dat besparen we jullie allemaal weer. Eigenlijk door onze subscriben besparen we je gewoon geld. We geven je gewoon geld. Sowieso. Gratis sowieso. Geld. En het is ook gewoon leuk. Ik bedoel, ja, waarom niet toch? Ja. Ja. Dus daar zou ik zeggen, kom volgende week weer om een paar centjes te sparen. Was dit het nou alweer? Dit was hem alweer. Ah, ik zit nu al te wachten op de volgende. Het is echt... Goh. Wat gaat die mooi worden. Ik heb er nou zin in. Dan spreken we jullie volgende week weer. Volgende week woensdag. Zeker. Boom, boom, boom.